Meer nieuws over de regionale gezondheidsdienst, want de poli te Koewarasan ondergaat een upgrade. Dit laat minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid weten. Het centrum zal ook moeten voldoen aan internationale eisen en er zal gewerkt worden aan de personeelsbezetting. Het is enorm belangrijk, dokter Mohabali zegt het. Een faciliteit alleen is niet voldoende. We zien het nu. We hebben faciliteiten die leeg staan. Maar we kunnen ze niet openen omdat we geen human resources hebben. We kunnen ze niet openen omdat er bepaalde randvoorwaarden niet in place zijn. Maar ik heb bij hoop van gestemd. En dat is zojuist zoals de president ook zijn zegje doet natuurlijk. En de boodschap geven aan de zorg. We hopen dat dit gezondheidscentrum een bijdrage gaat leveren aan de verhoging van de kwaliteit van de zorg. Eén. Maar een directe boodschap die ik heb. Dit gezondheidscentrum wordt ook een urgentiepost. En een urgentiepost waar 24 uur zorg geleverd zal worden aan de gemeenschap. De symbolische steenlegging moet volgens president Chandrika Prasad Santokhi gezien worden als hoeksteen voor de gezondheidszorg. De samenleving moet nimmer uit het oog verliezen dat verpleegkundigen een cruciale rol spelen in de gezondheidszorg, vooral nu tijdens de COVID-19-pandemie. Volgens het staatshoofd moet er ook gewerkt worden aan preventie binnen de gezondheidszorg. Dit doel kan bereikt worden middels begeleiding van de samenleving door coaches die vanuit het centrum zullen opereren. Dan gaat langzaam die curatieve zorg omlaag. Dan gaan die begrotingen ook omlaag. En dan neemt die gezondheid hier toe. Want Suriname heeft een gezond volk nodig. En daarvoor zullen we personeel nodig hebben als coach. En van waar gaan we het personeel halen? Van het overtollig ambtenaar. Ambtenarenkorps, ambtenaren die klagen dat ze geen werk hebben. Hoe gaan ze trainen als gezondheidswerkers? Het gaat geen extra salaris kosten voor de staat, want die betalen we al elke maand. Alleen worden ze getraind.